Kan er iemand duidelijk tegen mij roepen Gerard beginnen? Oké, begin ja? Gerard. Gerard beginnen? Ja? Ja. Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin ze met de dood wandelde, verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk. Niet zo geweldig hoor. Kan beter hoor. Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie en dacht, zijne heiligheid zal toch wel gewag maken van het toenemend verval der zeden? En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen of ik hoorde al, decadentia, immorale, multifilti corti rocchi, influenza filmi i cinema bestiale, contra sacrissima matrimoniacale criminale atheistarum rerum novarum et cum spiritu tuo. Kortomo, niks aan de hand daar. Het was jammer dat het zo kort duurde, maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger. Ik vind dit leven al geweldig en straks nog het eeuwig leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar hebben wij het aan verdiend? Gerard Reven, hoe oud ben je? Wat doe je? Wat is je vak? Hoe leef je? Ik ben nu 51 jaar en enige maanden oud. En ik ben deze dagen, dit najaar, 30 jaar schrijver. En die 30 jaar, dat is een zware tijd geweest. Ik heb van die 30 jaar ongeveer 20 jaar armoe, ontbering geleden. Ik heb in winkels gestolen om aan vreten te komen. En het is eigenlijk pas de laatste jaren dat het me wat meer voor de wind gaat. Het eerste, ik heb een vrij groot aantal boeken geschreven, zoals je bekend is, een dozijn prachtwerken. Maar pas met het felrealistische liefdesboek Op weg naar het einde in het jaar 1963 had ik een bepaald zakelijk succes waardoor ik ja leven kon. In 1966 kwam ik met een roman Nader tot u. Dat boek in 1966 was een succes en van lieverlede is dat gestegen. Ik ben toen gekomen in 1971 met De taal der liefde, wat een groot succes was. In 1972 met het roman Lieve Jons. En het brievenboek, kort geleden, Het lieve leven. Ik heb geweldige worstelingen zelf doorgemaakt. Ik heb veel verdriet in mijn leven gehad. Ik ben een jaar of 7, 8... verschrikkelijk aan de drank geweest. Ik ben alcoholist geweest. Ik heb in de loop der jaren, zo van 1962 tot 1966, een reeks deliriums gehad, waarvan de echte grote, het grote delirium, het bijna fatale delirium in 1966. Toen heb ik het roer omgegooid. Ik ben uit de fles, uit de kruik getrokken. Niet alleen mijn eigen werk hoor, moet ik zeggen. Dat is niet alleen aan mezelf te danken. En ik vind het leven zwaar, moeilijk, soms erg bitter. Ik heb, zoals ik gezegd heb, veel ellende gehad, veel verdriet gehad, maar er is me ook heel veel geschonken geworden. Ik ben een bevoorrecht mens, vind ik zelf. Ik heb toch kunnen doen en kunnen bereiken wat heel weinig mensen hebben bereikt. Als ik nu op die 30 tumultueuze,
merkwaardige, spannende jaren terugzie die ik op een of andere wijze denk deze maand te gedenken. Ik wou hier in Frankrijk in mijn huis een soort feest geven op Allerzielen op 2 november. En dan wilde ik een mis laten opdragen van dankzegging in mijn huis. Nu maar het niet in een kerk, want er is altijd een of andere bonje, er is altijd een of andere aap in zwarte rokken die dat dan weer verbiedt. En om 5 uur een receptie met een heleboel drank en een hele prachtige grote taart die binnengereden wordt met allemaal naakte meiden erin, weet je wel, die viool spelen, iets dergelijks, een flink feest. En ik hoopte nog voor mijn 50ste, bij wijze van spreken, het boek te schrijven dat alle overige boeken, behalve de schrift, overbodig zou maken. En het is me niet gelukt, ik ben nu 51, maar ik heb nu toch het boek voltooid waarvan ik zelf geloof dat het een heel groot hoogtepunt in mijn werk, in mijn carrière is. Je zou kunnen zeggen, met een beetje grootspraak, de Faust van Reven. Het is een boek dat grote dimensies heeft. Een circusjongen heet het. Het heet een circusjongen en het komt deze dagen uit. Of het is, als dit uitgezonden wordt, al uitgekomen. Het is een boek met meer facetten, meer diepte, minder eenzijdig dan mijn andere boeken. Het is een boek over mijn jeugd, over mijn jongelingsjaren, over de vrijwel onbekende tijd uit mijn leven toen ik nog geen schrijver was, maar vrachtautochauffeur was die nauwelijks lezen en schrijven kon. En in die merkwaardige, stormachtige tijd van zorg en van onzekerheid en van wat moet ik nou eigenlijk worden en wat moet ik nou eigenlijk gaan doen, speelt ook in het boek in 3 hoofdstukken een lichamelijke liefdesverhouding met een meisje van het vrouwelijk geslacht. Zeer curieus natuurlijk met mijn reputatie van iemand die geporteerd is voor de herenliefde en die wiens voorkeur meer uitgaat voor heren en jongens van het mannelijk geslacht. Maar in elk geval komt hier dus de gezonde Hollandse liefde van mij in 3 hoofdstukken met een meisje. Gewoon van voren, geen smeerlapperij, recht op en neer, geen kunstjes. Hè? Dat is mooi, dat is leuk. Het merkwaardige is, ik wist dat helemaal niet, maar ik heb dat eens een keer onderzocht, dat mijn publiek, het blijkt uit de post die ik ontvang, maar het blijkt op allerlei manieren, dat ik vermoed dat van mijn lezersbestand 3/4 vrouwen zijn. Geen schoolmeisjes zozeer, ook wel geen bakvissen, ook niet vrouwen op rijpere leeftijd, die zijn er ook wel bij, maar vooral vrouwen in het midden des levens. Moeders van kinderen, midden 30, 2, 3 kinderen, dat zijn mijn lezers of lezeressen dan. Ik weet niet hoe dat komt. Ik vermoed omdat mijn werk zo sterk romantisch is en omdat mijn werk met alle geweld en alle felle realisme van de lichamelijke liefde, van de lichamelijke seksuele erotiek, met al dat stormachtige, hartstochtelijke erin, het wezenlijke diepste probleem toch draait om de liefde. Vrouwen lezen graag Reven en vrouwen lezen ook graag bijvoorbeeld Kurt Smaler. Zijn daar overeenkomsten in? Dat is een interessant onderwerp, maar dat kun je onmogelijk natuurlijk in zo'n kort gesprek behandelen. De vraag, hoeveel moet puur zijn in de kunst en hoeveel moet je die gemakkelijk aansprekende, goedkope clichés niet versmaden.
wat je zou kunnen noemen het smartlab-effect, is dat iets fundamenteel anders dan bijvoorbeeld het zoeken van archetypische dingen? Je gebruikt zowel, bij wijze van spreken, de zangeres zonder naam als de moeder gods, die misschien alle twee een soort moeder der zeven smarten zijn of zo. Daarnaast heb je koningin Juliana geïntroduceerd, wat misschien ook een soort moedermaagd is, afgezien van enkele kinderen. Je zou Christus koning kunnen vergelijken met prins Bernard of zo, wat de symboolwaarde betreft. Of is dat te ver gezocht? Je hebt religieuze symbolen die veel breder en dieper zijn. En je kunt die natuurlijk mede laten vertolkt worden door tastbare personen die een symboolvertolkende functie vervullen. Ik weet niet of mijn sterke verering van de moederfiguur, van de vrouw met een hoofdletter, of die komt waarschijnlijk allemaal uit dezelfde bron, inderdaad. Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder, eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin ze met de dood wandelde, verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk. Ik ben een romantisch schrijver en ik zie wel om me heen dat deze cultuur waarin we nu leven een ongehoorde mate van waarde hecht aan het verstand, aan de reden, aan de wetenschap en heel weinig plaats inruimt voor het irrationele, voor het niet-verstandelijke, voor het intuïtieve. En zelfs de grote dingen, laten we zeggen, zoals de liefde, wordt gereduceerd tot iets chemisch, tot iets biologisch. En er is een taboe eigenlijk op het gevoel. Er is niet meer een taboe op de seksualiteit, dat wil zeggen de lichamelijke erotiek. Je kunt in zo'n damesweekblad kun je hele artikelen lezen over pessariums en ringetjes en spiraaltjes en hoe vaak je het kunt doen en of het wat uitmaakt of het deel van de man groot of klein is, of hoe lang je erover doet, of hoe snel je het doet en hoeveel het maakt per week, en hoe een vrouw de verzadiging moet bereiken en hoe vaak je het met een ander kan doen dan met je man en al die dingen, staat er allemaal gewoon zonder enige schroom in. Maar het merkwaardige is dat er niets in staat over het probleem van de liefde. Dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat je van iemand houdt en dat je met je hart van de genegenheid van iemand afhankelijk zou kunnen zijn. Dat bestaat niet meer.
Slager, mag ik een half pond afsnijzers voor de hond? Maar niet zo taai als gisteren, want mijn vader is er bijna in gestikt. Eigen haard is goud waard, dat geldt ook voor een schrijver. Dat geldt zeker voor een schrijver, ja. Je vraagt je wel eens af, van je zit hier veilig en rustig, net niet gelukkig. Moet een groot schrijver per definitie ongelukkig zijn? Een echte kunstenaar is nooit tevreden over wat hij gemaakt heeft. Hij is altijd bezig om het volkomen, het voltooide te zoeken en het onzegbare tot uitdrukking te brengen. En dat maakt hem dus altijd... Hij maakt iets, hij is mee bezig, denkt als het klaar is, dan heb ik het werkelijk volbracht en heb ik het, dan is het voor elkaar en het is klaar en het is toch niet dat hij had gewild. Hè. Van Gogh die maakte een schilderij en dat schilderij dat was heel goed. Dat was een korenveld en hij ging terug naar het korenveld en hij keek naar het korenveld en in het korenveld was iets wat niet op het schilderij stond. En toen trok hij zijn revolver uit zijn zak en schoot ze door zijn borst. Maar hij was niet dood en hij knoopte zijn jasje weer dicht en liep naar huis terug en werd door de mensen in het café op de biljarttafel gelegd. En toen begon zijn doodstrijd en zijn broer Theo kon nog komen. En op zijn sterfbed heeft toen Vincent van Gogh gezegd: aan de ellende zal nooit een eind komen. Dat schijnen zijn laatste woorden te zijn geweest. Ik heb ook wel eens gehoord, Gerard Treve eindigt ofwel in een gekkenhuis ofwel in zelfmoord. Nou, gek ben ik wel, maar er zit een systeem in. Nee, ik ben geloof ik zelfmoord. Och, het is de moeite nauwelijks meer waard. Ik vind... De kunstenaar natuurlijk door zijn gevoeligheid, door zijn geweldige spanningen, is meer uitgeleverd dan het gevaar van een kortsluithandeling. Even kijken jongens, het huis gaat in de fik denk ik hoor. Ik heb hier een geweldige schoorsteenbrand gehad. Ik had het huis gekocht en ik had het een week en ik ging een heleboel oude rotsen opstoken in die haard. En ik, als echte stadsmens, kende ik zo'n haard helemaal niet. Dus ik smeet alles erin en dat vuur dat loeide meters hoog. Hè. En op een gegeven moment wordt er op het raam geklopt. En voor de deur staat de oude meneer Varkensoog. En die zegt, u bent thuis. Oh nee, u bent thuis. Nee, u bent thuis. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, nee, hij zegt allemaal rook boven en zo. Hij zegt, nee, maar u bent thuis. Ja, ik ben allerlei rommel aan het verbranden in de haard. Hij zegt, nee, dat is goed, u bent thuis. Dus ik dacht, allemaal rook boven. Ik denk, nou weet je wat, toch maar even gaan kijken. Hè? Dus ik ga hier naar buiten toe, de betonnen trap naar de eerste etage. Door de eerste etage heen, de trap naar de zolder op. Ik kom op de zolder, is de schoorsteen over 2,5 vierkante meter brandend ingestort. En brandend liggen al die stenen op de zoldervloer. En in dat grote schoorsteenkanaal zo oranje en geel vuur. Hè? Goede raad, was duur. Ik denk, ja, ik kan naar buiten lopen en zeggen, brand, weet je wel, au roepen. En over anderhalf uur is misschien de vrijwillige brandweer hier. En bovendien zeggen de mensen dan, ja, aardige man, had een huis gekocht. Aardige man hoor, niks van te zeggen, maar hè, hij woonde hier een week, stond zijn huis in brand. Hoe het nou komt, ja, ik zeg niks van die man, hè, maar ja, huis in brand, ik moet het zelf blussen, anders lukt het niet. Gelukkig had ik al water, onder goede druk, emmer water, vuur uitgemaakt. Toen weer al die trappen op de zolder, die vloer geblust. En toen, gelukkig stond er een ladder op zolder, een ladder tegen die schoorsteen op, emmer water in de schoorsteen, nog een emmer water in de schoorsteen. Nou, dan krijg je die eigenaardige lucht die je wel herinnert, weet je, net als toen je als jongen in een vuur piste, hè? Die geweldige zeiklucht. Toen was het geblust. Mijn eigen flink volgegoten voor de schrik. En toen heb ik zo de hele nacht, zo elk half uur, schrok ik weer wakker. Hè? En toen heb ik op een ander stuk bouwwerk van het huis heb ik een gedenksteen gemaakt van beton. Dankbetuiging aan Maria, zoveel augustus 1973. En de mensen zeggen, ja maar
dankbetuiging dus dat het huis... Waarom dan? Ik zeg nou dat het huis niet afgebrand is. En als het huis niet wel afgebrand was, dan had ik ook een gedenksteen, ook een dankbetuiging dat ik niet verbrand was. Maar als jij nou wel verbrand was, wat dan? Ik zeg nou, dan hadden andere mensen waarschijnlijk wel een steen geplaatst. Dankbetuiging aan Maria dat we van Gerard Reven af zijn. Dus zit altijd goed. Herkenning. Nu weet ik wie gij zijt. De jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna nog op dezelfde dag in een café te Heeg. Ik hoor mijn moeders stem. O dood die waarheid zijt. Nader tot u. Een van de dingen die je leven misschien af en toe wel moeilijk maakt, die veel verdriet aanbrengen, dat is het gaan en komen van vrienden. Is er niet een tegenstrijdigheid tussen Gerard Reven, de grote liefdeschrijver, die anderzijds niemand bij zich kan houden? Nou, niemand bij zich. Ik ben met Wimi ben ik bijna 10 jaar geweest en met Tijger 9 jaar. Dat is toch heel wat. Ik bedoel, hoeveel kunstenaars brengen er wel iets van terecht in de menselijke relatie? Die wel voor heel bestendige en normale mensen worden gehouden. Iemand die 7 keer getrouwd is en die bij 8 of 9 vrouwen kinderen heeft, waar hij geen cent voor opbrengt. Ik ben bang voor de armoede. Ik ben toch ook weer niet gierig. Ik ben op een bepaalde manier wel gul en royaal, maar op een verkeerde manier. Ik ben niet egoïstisch, ik ben wel erg egocentrisch. Met alle goedheid zie ik toch de mensen om me heen als figuranten in een heel groot kosmisch drama, een tragedie die ik opbouw. Ze zeggen dat ik allerlei hoogmoedswaan heb, terwijl ik in diepste wezen nederig ben en bescheiden in die zin. Ik weet dat er een groot, belangrijk talent in mij geplant is. Maar in plaats dat het mij verbeelding bezorgt, maakt het mij nederig. Ik ben dankbaar dat ik dat talent mag vertolken. En ik weet heel goed dat op mijn hoogtepunten van wat ik schrijf, ik het eigenlijk niet ben die het schrijft. Maar degene die dat mag op papier zetten. Een soort medium. Zo is mijn opvatting van het kunstenaarschap. En ik moet hard werken, niet zozeer om roem en geld te vergaren, wat natuurlijk wel leuk is, maar om aan het einde, als ik dat talent, dat je als het ware, dat ik als bruikleen gekregen heb, om dat weer te kunnen inleveren en dan niet beschaamd te hoeven staan. Hè? Als God zegt, wat heb je nou eigenlijk ermee gedaan? Met al dat geweldige kapitaal, wat heeft het afgeworpen, dat ik me dan misschien niet zo verschrikkelijk zal behoeven te schamen. Toch ben je nogal begaan met geld en dat soort dingen. Is dat louter materieel of zit er iets meer achter, een soort afkopen van zekerheid of zo? Geld heeft Jacques Bloem, de dichter Jacques Bloem, gezegd, geld is gemunt de vrijheid. In die zin dat je met geld de vrijheid krijgt om ergens een huis te kopen en ergens te gaan zitten waar je niemand behoeft toe te laten wie een smoel je niet aanstaat. Dat is de vrijheid die geld je geeft. Geld is dus als middel wel belangrijk. Je kunt met geld niet de echte grote problemen oplossen. Geld kan bepaalde dingen nooit vervangen. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Je kunt met geld iemand kopen die met je naar bed gaat, maar je kunt nog niet met alle schatten der aarde iemand bewegen, dwingen om van je te houden. De liefde kun je door geld niet kopen. Dat is een mysterie, dat is een genade van God. Maar verder is geld nuttig. Het is goed dat je de angst voor de armoede als stok achter de deur hebt als schrijver. Dat je weet, ik moet over 1 jaar, 1,5 jaar wel dat boek af hebben. Anders ziet het niet zo geweldig uit. Dat is goed. Maar ik zou niet weten waarom een kunstenaar niet, als hij succes heeft, ook wat geld zou mogen verdienen. Om het eventueel ook weer door de deuren en de ramen naar buiten te gooien. Ik denk aan het feit dat een
vroegere verloofde van jou een heel huis gekregen heeft, dan het feit dat je zeilboten, dat soort dingen. Ja, het krankzinnige is dat eigenlijk ik altijd uitgekleed word. Ik bedoel, figuurlijk, en dat de poen altijd ergens anders blijft dan bij mij, weet je wel. Ja. Op die manier heb je hoge oplagers nodig, dat wel. Ja, er zijn andere mensen eigenlijk die mijn geld opmaken. Ja, het is wel een beetje treurig. Het is wel mooi voor de biografen later, hè. Zeggen die arme, goede man en mijn werken. En slechte jongens en slechte jonge mannen die het allemaal, weet je wel, de deur uitdragen. Het is wel mooi, het is wel tragisch, hè. Het is wel geweldig. Ik vind het ook wel goed, hoor. Ik kan me ook geen ene moer schelen, eigenlijk. Zeer schilderachtige figuren. Bijvoorbeeld de houtkoning, die 7 jaren met de duivel geworsteld heeft. En ik vroeg hem, wat wou de duivel dan precies van je? De duivel die wilde van hem dat hij niet alleen dronk als hij zin had om te drinken, maar dat hij ook dronk als hij geen zin had om te drinken. En die strijd heeft hij gewonnen, de houtkoning. Ik zeg, hoe is dat gegaan? Hij zegt, ja, dat kun je niet alleen natuurlijk, met Gods hulp en met Gods genade. Maar nu heeft hij de strijd gewonnen en nu drinkt hij alleen als hij zin heeft om te drinken. Dus nou is alles weer goed. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat hij heel vaak zin heeft, dat wel. Houtkoning is ook een man waar je bij terecht komt af en toe na maanden onthouding. Ja, de man is een. Ja, het is zo. Ik zit hier, ik werk hier, ik hou me staande. Het is heel gek natuurlijk om maanden helemaal alleen te zitten in een groot huis met die loeiende, dreunende, zoemende mistralwind de hele nacht en zo. Nou, soms wordt het je te veel en dan word ik bijna gek en dan weet ik dat ik het weer eens een keer op een zuipen zal zetten. En dan breng ik mijn jachtgeweer breng ik bij de houtkoning en dan zeg ik ben bang dat het weer zo ver is. Zegt hij ja, dat komt wel goed. En dan drink ik me helemaal lam in een paar uur en dan komt die man op een bepaalde tijd, dat is altijd dezelfde tijd, dat weet ik zelf niet, maar een bepaalde tijd van de avond of de nacht komt die man en dan lig ik bewusteloos op de grond en dan sleept die man me naar boven en dan legt hij me in bed en dan gooit hij een deken over me heen. En dan is alles weer goed. Ja. We hadden een keer een geweldige regenval en het regen kwam de weg af en doordat het water niet snel genoeg verwerkt is, is bij buurvrouw Hartij het hele huis ondergelopen. Dus het was heel consternatie, tapijten nat, weet je wel, meubels krom getrokken. Ze zegt tegen mij, in uw land zijn er ook vaak overstromingen. Ik heb er wel vaak grote foto's van gezien, hè? Op de televisie ook, grote inondations. Dat is toch vaak bij uw overstroming. Ze denkt, gedeelde smart is halve smart. Ik zeg, nee mevrouw, niet meer sinds we onze nieuwe koningin hebben. Ze zegt, hoe is het dan? Ik zeg, nou, toen onze nieuwe koningin de troon besteeg en gekroond werd door 3 reine maagden die uit het volk gekozen waren, toen legden ze de eed af op de grondwet en op de Bijbel, maar voegden daar opeens zelf de woorden aan toe: mogen God mij wijsheid schenken. En toen verschenen er ook tranen in de ogen van de koningin. En 's nachts had de koningin een droom waarin God tot haar sprak en die zei: ik zal wenen. En toen riep de koningin de volgende dag alle wijzen en geleerden en onderkoningen der gewesten en satrapen bijeen om haar de droom uit te leggen. En die droom werd door de wijze uitgelegd als te betekenen: het geeft grote regen.
En toen gaf de koningin last dat het gehele volk dijken zou gaan bouwen. En 7 jaar bouwde het Hollandse volk dijken. En toen kwam de regen. En het regende 40 dagen en 40 nachten en 1 stuk door en het water steeg tot 1000 wekkende hoogte. Maar de dijken die de koningin bevolen had te bouwen, die hielden stand. Maar alle linkse oproerkraaiers en rode hetsers die tegen ons vorstenhuis waren en die niet van de koningin hielden, die verdronken allemaal en kwamen jammerlijk in de golven om. Mevrouw Martij zegt, u hebt wel een erge verstandige koningin. Ik zeg, ja mevrouw, zo is het. U zegt zo een beetje spijtig, wij hebben een republiek. Ik zeg, mevrouw, een republiek is beter dan niets. Je hebt wel eens acteurs die in een successtuk terechtkomen en die dan verplicht zijn om 5 jaar bijvoorbeeld dezelfde rol te spelen. Ja. Eigenlijk ben jij iemand die al 30 jaar Gerard Reven speelt. Valt dat mee? Het bekomt mij, ja, het is geloof ik een soort verdediging om een bepaalde rol te spelen, om een bepaalde rol aan te nemen. Vroeger, als de mensen vroegen, wat schrijf je precies en wat doe je, dan legde ik het allemaal precies uit en nu heb ik een min of meer pasklaar antwoord. En ik conformeer me, ik voldoe ongeveer aan het beeld dat de mensen graag van mij willen hebben. Mensenvriend, dierenvriend, weet je wel, veel over dingen piekeren, over het aantal lichtjaren van de planeten wakker liggen, weet je wel, over het lot der mensheid. Dingen die men dus graag, liever graag hoort. Dus wat voor een boek schrijf je, dan zeg je niet zus en zo en zo'n boek, dan zeg je een levensroman, een liefdesroman. Hier in het dorp vragen ze, wat doe je nou precies, wat ben je? Ik zeg, poëet, dichter. Dat is beter dan schrijven, dichter, weet je wel. Dan ben je toch krankzinnig, dan ben je toch niet verantwoordelijk voor je daden, begrijp je? Dat is gemakkelijker. Poëet. Maar wat maakt u dan voor poëet? Wat doet u dan? Ik zeg, nou, ik maak gedichten. En die gedichten, die worden in de grote villa's, de lustpaleizen van de rijken, hè, van de rijke mensen in de bergen, daar worden bij het haardvuur door een bediende die een mooie stem heeft, worden die gedichten voorgedragen bij een luit of bij een harpspel. En natuurlijk, zoals wij en u en allemaal, wij werken en wij maken die dingen voor de lust en voor het genot van de rijke mensen. En wij kunstenaars natuurlijk blijven altijd arm en moeten altijd aan die dingen voldoen. Ja, zo is het ook inderdaad. Maar ja, ik kan aan de kost komen en ik verkoop die liefdesgedichten en die levensgedichten. En dat is een mooi, goed antwoord, dat is rond, begrijp je? Dan zeggen ze bijvoorbeeld, is er wijn in uw land? Is er in Nederland wijn? Van Nederland weten ze niks. Ze zeggen in Nederland, ja, ik heb een tante die is een keer in Brussel geweest met een bus. Maar hebben ze ook wijn in Nederland? Ik zeg, ja, in Nederland hebben we wijn, maar dat is natuurlijk witte wijn. Alleen witte wijn. En die wordt geoogst als de sneeuw al op het wijnveld ligt. Die druiven liggen onder de sneeuw. En dan hebben wij molens, windmolens, die blazen die sneeuw weg. He, die maken wind, daarom heten die ook windmolens, die blazen die sneeuw weg. Dan wordt die wijn geoogst en die wijn die is goed gebleven onder die sneeuw. En die wordt dan geperst en dat wordt rijp. En als die het eerste vat, dat is voor de koningin, voor onze koningin. En die drinkt dan op het balkon, is er een groot wijnoogstfeest. En dan komt de koningin op het balkon van het paleis en dan drinkt ze een bokaal van die witte wijn dat uit het eerste vat van 1 liter in 1 teug uit. En dan maakt ze een voorgeschreven korte rituele dans op het balkon. En dan juicht het volk en dan barst een geweldig wijnfeest in ons land los. Heb je van de zilveren vloot wel gehoord, de zilveren vloot van Spanje? Die had er weer Spaanse matten aan boord en appeltjes van Oranje. Piet Hein, zijn naam is klein. Zijn daden ben ik groot, zijn daden ben ik groot, die heeft gewonnen de zilveren vloot. Ik kwam bij een hooggeplaatste persoon. Ik trad nader tot haar troon. Zij sprak,
Het werk van Mulles is niks als Vulles. Het werk van Reven, dat is leven. Nu is Mulles zelf de man die ooit eens een theorietje gebruikt heeft over de ironie van de ironie. Dat ging voornamelijk over af en toe ironische, racistische uitvallen van jou, zoals over de negers die maar spoedig met de Tjoekie Tjoekie stoomboot regelrecht naar de Taka Taka oerwoud terug moesten. Ja. En zijn theorie kwam erop neer, dus dat die dingen dat je die ironisch begint of bedoelt, maar dat uiteindelijk het ironische van de ironie is dat je het ergens meent ook. Bijvoorbeeld hij zegt, je begint, als je vader geworden bent, begin je heel ironisch aan die rol, maar na een paar jaar is het wel volle ernst geworden. En zo. Dat vond hij ook gelden voor dat soort nou, ik heb dus ook al die dingen nagedacht. Ik geloof, langzaam maar zeker kan het mij allemaal niet zo verschrikkelijk veel schelen. Ik vind, als je maar in het nieuws bent en als je maar aan de kost komt, begrijp je, af en toe dan trek ik weer eens een register open en steek ik mijn kop weer eens uit het raam. En dan verschijn ik met mijn harses weer eens in het verrekijkruitje. En dan denk ik daar of en dan zeg ik maar weer iets volslagen krankzinnigs, begrijp je? Het is eigenlijk zaak om zoveel mogelijk verwarring te zaaien in het kamp van de tegenstander. Daar gaat het om. Naarmate ik ouder word, wordt wat ik schrijf, hoewel fraaier verwoord, steeds enkelvoudiger van inhoud. Liefde of geen liefde, en ouder worden, en dan de dood. Liefde of geen liefde, en ouder worden, en dan de dood. Liefde of geen liefde, en ouder worden, en dan de dood. Ja, dan moeten we meteen alles eigenlijk maar samenvatten waar het om gaat. Als je vraagt, waar schrijf je nou eigenlijk voor? Waar schrijf je nou eigenlijk voor? Waar schrijf je nou eigenlijk voor? Dan verberg ik me en dan acteer ik en dan voer ik een of ander verhaal op en dan bedenk ik weer iets. Maar ik dacht, als ik door een boek mensen genoegen zou kunnen bezorgen, zou kunnen troosten, mensen een deel van hun ellende enige tijd zou kunnen doen vergeten, eenzame oude mensen aan hun raam met weinig perspectief meer voor zich, als die door mijn boek getroost zouden kunnen worden door een boek van mij, zoals iemand door de Heilige Geest of door de Moeder van God getroost kan worden, dan is dat toch een hele grote opdracht om die te mogen vervullen. En dan kom je natuurlijk meteen ook de zingeving van je leven, van je werk. En dan kom je op die vraag van het geloof, waarover je eigenlijk vandaag de dag met niemand kan praten, want je praat over verschillende dingen. Die mensen die alles letterlijk nemen, die niet begrijpen dat de zin, de tekst, God is mens geworden, God heeft geleden, God is gestorven en God is opgestaan van de doden, de diepste, enige en eeuwige waarheid is van het menselijk hart, waar je verder niet over kunt gaan discussiëren. En ik verfoei dat hele klimaat nu van die mensen die zeggen, God is dood, ja, God is gestorven, dat is de halve waarheid. Hij is gestorven, maar hij is opgestaan van de doden. En die mensen die zeggen God is dood, die bedoelen, geloof ik, zonder het zelf te weten, dat zij dood zijn. Net zoals de mensen die zeggen de roman is dood, die bedoelen eigenlijk dat zij te impotent zijn en te onvermogend om een roman te schrijven. De waarheid is
dat wij onsterfelijk zijn, dat wij van Gods geslacht zijn en dat God sterfelijk heeft willen worden met ons, opdat wij onsterfelijk zouden zijn met hem. Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam, en dat inzelfde wanhoop gij mij zoekt, zoals ik u.